22.000 slachtoffers van geweld in de jeugdzorg hebben geld gekregen van de overheid. Ja, zoals velen van jullie waarschijnlijk weten, hebben wij een aantal oproepen gedaan voor mensen die slachtoffers zijn geworden van de jeugdzorg en de manier waarop er daar met dingen wordt omgegaan. Dus de misstanden in de jeugdzorg. Velen van jullie zullen ook bijvoorbeeld de documentaire van Kim Veenstra hebben gezien. En het is belachelijk eigenlijk dat ze nu zelf ook weer toegeven dat... Er zoveel slachtoffers. zijn. 22.000 slachtoffers, moet je even inbeelden. 22.000 slachtoffers, dat is zo groot als Snake, bijvoorbeeld. Iets kleiner, maar het is, het is zoveel mensen wonen er bijna in Snake. Zoveel slachtoffers, zoveel misstanden dus. Ze geven dus eigenlijk toe dat het systeem niet werkt. Dus moet er iets aan veranderd worden, er moet iets gebeuren. Dus de jeugdzorg zal op de schop moeten. Wij delen verhalen van mensen die in de jeugdzorg dit soort misstanden hebben meegemaakt. Moeders, vaders, hele gezinnen, kinderen. Die dingen hebben meegemaakt die je niet hoort mee te maken als kind, als ouder ook niet. Bijvoorbeeld verhalen van iemand die 26 is, die na 18 jaar zijn moeder weer heeft gezien. en dat ze elkaar eigenlijk niet eens herkende. Het zal maar jouw leven zijn, het zal maar jouw situatie zijn. En op die leeftijd nog steeds vast zit in het systeem wat de jeugdzorg heet. heet. En dus eigenlijk zorgt dat je hele leven, nou ja, noem het maar, gewoon naar de kloten is. En dat is verschrikkelijk, dat wil je niet, toch? Dat gun je niemand. Daarom hebben wij in de groep de, uh, een topic, sorry, ik kwam even niet aan mijn een topic genaamd Our Children. Wij strijden namelijk als een silent is voor jouw kinderen. Niet alleen voor jouw kinderen, maar voor alle kinderen. Niet alleen in Nederland, maar over de hele wereld. Onze groep is verbonden met steeds meer groepen buiten Nederland ook. Dus niet alleen maar binnen Nederland. We hebben contact met een aantal andere organisaties, bijvoorbeeld Niet Zo Jeugdzorg op Instagram. Daar ben ik heel erg trots op. We zijn samen aan het werken met de Black Umbrellas, die ook dit soort misstanden aan het licht brengen. Wat wij nu doen met de Silent Warriors is die mensen allemaal aan elkaar verbinden, zodat ze steun hebben aan elkaar, met elkaar in gesprek kunnen. En we zijn in gesprek om te kijken hoe we dit soort misstanden aan het daglicht kunnen brengen, zodat jij misschien eigenlijk een keer je ogen open gaat doen. En dat wordt misschien wel een keertje tijd, want het kan jou ook overkomen. Terwijl jij een keer ruzie hebt in je gezin, thuis, wat woorden hebt, over en weer wordt wat geschreeuwd, wordt met deuren geslagen, maakt er misschien per ongeluk eens een keer iemand melding bij jeugdzorg of kinderbescherming. En voordat je het weet ben je je kinderen kwijt, dan zit je vast in dat systeem en krijgen je ze nooit meer terug. En dit is niet iets geks, want dit is namelijk duizenden, tienduizenden mensen overkomen. En dan heb ik het nog niet eens over alle toeslagenaffaire, kinderen die zijn verdwenen. Dan heb ik het nog niet eens over kinderen die überhaupt verdwijnen. Kinderen die naar Nederland met hun ouders komen, vluchtend voor een oorlog. Die gewoon worden gestolen, worden verkocht en verhandeld. Allemaal dingen waar jij eens over na zou moeten denken. Hey, vind je dit nu een onderwerp waar jouw hart nou ja, misschien wel een beetje pijn van doet? En waar je van denkt: hier wil ik ook wel voor strijden. Kom naar de groep de Silent Word is. En die groep die staat klaar voor jou. Ga met jou in gesprek. En jij kan met ons strijden voor deze kinderen. Voor misschien wel jouw kinderen. Spreek je daar, oké? Okay? Goed weekend.